Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 5 januari. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb het ijskoud. Het is ook niet zo heel erg warm volgens mij. Ik zal even kijken hoeveel graden het is. Het is hier. Het is buiten 7 graden. Het regent ook. Het is best wel een druilerig dagje. Dat vind ik hartstikke gezellig. Maar ik heb het wel ijskoud. En daarnaast heb ik sinds een paar dagen onwijze jeuk. Mijn been jeukt heel erg. Ik krap me helemaal ongans. Als ik over jeuk praat, begint alles te jeuken. Want ik krijg nu ook jeuk op mijn hoofd. En nee, ik heb geen luizen. Ik ben al een paar dagen heel erg aan het been aan het krabben. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Want het wordt alleen maar geïrriteerder. En die jeuk, ja, dan is het even voor een heel korte periode is het weg. Maar het begint natuurlijk net zo hard weer opnieuw. Dus het jeukt. Gisteravond lag ik in bed, toen kreeg ik jeuk op mijn arm, jeuk op mijn rug. Alles begon gewoon te jeuken en ik weet gewoon niet waar het vandaan komt. Ik ben geen andere wasmiddel of wasverzachter gaan gebruiken, dus dat kan het probleem niet zijn. Ik gebruik wel sinds een tijdje een douchegel van de Lidl, maar ik kan me niet voorstellen dat dat het is, want hiervoor had ik er ook een van de Lidl en toen had ik nergens last van. Dus ik weet niet goed wat het is, maar ik weet alleen dat het heel vervelend is en dat ik me eigenlijk helemaal gek krap. Ik merk ook gewoon dat ik gewoon ook heel erg toe ben aan het verschonen van mijn bed vrijdag. Want voor mijn gevoel is mijn bed gewoon heel vies. Maar dat komt gewoon door het nachtzweten wat ik doe als ik slaap. Dus ja, ik kijk ook gewoon heel erg naar uit om vrijdag lekker die slaapkamer te doen en lekker mijn bed te verschonen. Maar goed, ik heb dus heel erg last van jeuk en ik ben dus continu aan het krabben. Gisteravond is Married at First Sight weer begonnen. Ze hebben het ook anders gedaan dit jaar als voorgaande jaren. Nou, nu komt het gewoon één keer per week en dat vind ik ook prima. Waar je normaal gesproken zeg maar begon met de selectierondes te zien of mensen in aanmerking kwamen voor het programma. Of dat ze een match konden vinden voor iemand, was dat nu niet. Je zag een klein stukje, maar eigenlijk waren de matches al gemaakt en de eerste mensen staan nu al op het punt om te gaan trouwen, het eerste koppel. Dus dat ging op zich wel vrij snel en dat is ook wel fijn. Want soms weet je, met die voorrondes was je soms al 2, 3 afleveringen verder voordat er überhaupt een keer dat er echt schot in kwam. Dus op zich vind ik dat ook niet zo erg. Want ja, weet je, het hoeft ook niet zo heel lang te duren. Dus het was wel even wennen, maar ik vond het op zich ook wel prettig. Dus ik ben wel benieuwd of er matches uitkomen. Ik vind de eerste match, weet ik niet wat ik daarvan vind. Ik geloof niet dat ik het heel passend vindt of zo, maar dat is de eerste indruk, dus dat moeten we nog eventjes gaan zien. Daarna heb ik een stukje van Bo gezien, dat ging natuurlijk ook weer een deel over de coronacijfers die omhoog gingen, daar kreeg ik gistermiddag al een melding van. Ik heb de vlog afgemaakt, ik heb mijn foto's bewerkt, toen ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken, daar ben ik nu dus alweer bijna doorheen. Ik heb wel seizoen 4 ben ik op gaan nemen gisteravond, op net 5. En daarna heb ik Witsen gekeken, dus dat was het ook wel. Dus verder niet heel veel bijzonders. Nathalie heeft inmiddels bloed geprikt en ook de uitslag daarvan. Er was eigenlijk niks aan de hand. Ze konden niks vinden. Dus op zich voor haar natuurlijk super fijn dat er geen rare dingen te zien zijn. Maar het is ook wel raar dat je ook geen oplossing hebt voor het probleem waar het vandaan komt. Dus dat is natuurlijk wel weer een beetje gekkig. Maar goed, dat moeten we gewoon eventjes verder aankijken. Ik weet niet wat de verdere stappen zijn. Misschien dat ze dat nog vertelt, maar daar heb ik verder nog niks over gehoord. Of dat er überhaupt verdere stappen zijn. Ik ga eventjes de was aandoen en dan ga ik eventjes lekker hier de woonkamer doen. Want dat is ook wel even lekker. Ik hoop dat ik het wat warmer krijg. Want anders gaat straks gewoon, als ik klaar ben met schoonmaken, even lekker de verwarming aan. En dan ga ik daarna gewoon nog eventjes bulletjuren. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ja, ik ga eventjes ook sowieso even een zak met kattengrit naar boven brengen en ga ik jullie gewoon meenemen, want dan gaan we even lekker poetsen. Thank you.
het boek staat hier ook tussen die ik van met kerst heb gekregen. Dus dat is ook weer mooi. Alles is hier lekker klaar. Echt heerlijk. Ja, ik vond het wel heel fijn om alles weer te doen. Ik heb nu net de was ook al in de droger gestopt. Die was ook al klaar. Dus ja, wat dat betreft ging het allemaal wel veel lekker eigenlijk. Ben ik ook wel heel tevreden met alles wat ik heb kunnen doen. Dus ja, schoon huis geeft wel een fijn gevoel. Ik merk ook, het is het nieuwe jaar dat ik heel veel schoonmaakvibes heb. Ik weet niet of mensen dat al herkennen, maar ik merk al wel dat ik er begin in te komen, zeg maar. Nou, is alleen van het weekend dan nog even de kerstspullen opruimen. Ik ga het wel missen, de gezelligheid, maar het is ook wel lekker als alles weer gewoon op zijn plek staat. Ik heb ook echt het idee, volgens mij heeft iedereen in de buurt alles ook al weg. Dus ik heb echt als enige het idee dat ik alles nog heb staan. Maar goed, weet je, je moet doen wanneer het jou uitkomt om te doen. En Siri moet even stil zijn. Dat stil! Kan ik je helpen? Nee, ik vroeg je niks. Dus, nou ja, je doet het dus, je ruimt het op wanneer het jou het beste uitkomt. En dat is voor mij zaterdag. Dus dan gaat het allemaal eruit. Kan ik eventjes daarachter ook weer eventjes goed schoonmaken. En dan kan alles weer op zijn plek. Dus ook wel lekker. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Dan ga ik weer eventjes hopen dat ik, ja, ik zit weer te krabben. Maar ik zat te denken, het kan ook komen dat ik best wel warm douche. En ik weet dat dat niet zo goed is, maar ik heb het dan zo steenkoud. En dan, ja, wil ik gewoon een wat warmere douche nemen. Maar het is voor je lichaam natuurlijk niet zo goed. Al smeer ik me wel altijd in met bodyboter of gewoon body lotion. Dus ik moet het gewoon eventjes aankijken. Ja, mocht het echt niet weggaan, kan ik altijd eventjes een keer een afspraak maken bij de dokter. Misschien dat ze, ja, hun weten wat het is. Maar, nou ja, dat weet ik nog niet. Het zal vast wel misschien weer weggaan. Vanavond heb je een nieuw seizoen van Snackmasters. Vind ik heel leuk. Dat zijn dus chefs die moeten een bepaalde snack namaken. En dan zie je dus ook hoe zo'n snack gemaakt wordt in de fabriek. Volgens mij gaan ze vanavond worst maken. Nou, vind ik dat niet lekker. Maar ach, het is op zich wel leuk om te zien. Verder heb je niet zoveel. Dus misschien dat ik nog even wat ga terugkijken. Ik ga wel eventjes zien. Ik heb Hudson en Rex al opgenomen, want vanavond is weer een dubbele aflevering. Ik moet vanavond nog eventjes een thumbnail maken en eventjes de vlog inplannen en een artikel schrijven. Dus dat wordt verder dan ook wel de planning. Ik ga vanavond natuurlijk weer Nieuw Amsterdam kijken en dan Hudson en Rex, dus dat wordt het verder ook. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen en ja, dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want ik ga verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag, het is 6 januari. Ik ben klaargemaakt. Nathalie is hier eventjes geweest. Die wilde graag eventjes bijpraten. Dus dat hebben we even gezellig gedaan. We hebben even op de Switch gezeten. Dan konden we elkaars rollercoaster even zien. Ze had ook haar Switch mee. Dat was even hartstikke leuk. We hebben even op de tv aangesloten. Het was even wel heel gezellig en ook wel even fijn. Dus ik heb dat ook niet gevlogd. Want we wilden gewoon even lekker kletsen. Dus dan hoeft ook niet altijd de camera erbij natuurlijk. Gisteravond heb ik Chefmasters gekeken. Ja, ik vind het een heel leuk programma, maar ik werd er een beetje misselijk van. Want ze gingen de HEMA rookworst namaken. Nou, helemaal namaken lukte niet, want er zit weer geheim ingrediënt in. Allemaal dat soort dingen. Maar het was wel leuk om te zien. Al werd ik er een beetje misselijk van, maar dat komt, ik hou niet van die worsten. Ik hou sowieso niet van worst. Dus ja, dan is het gewoon minder fijn om te zien, zeg maar. Maar op zich was het wel interessant om te zien hoe ze dat maakten en zo. Daarna even witsen gekeken. Toen ben ik ook lekker mijn artikel gaan schrijven. Ik heb de vlog ingepland, dus dat was allemaal prima. En toen ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken. Volgens mij heb ik vanavond al de laatste, maar dat weet ik niet zeker. En toen had ik Hudson en Rex en dat was super spannend. En volgens mij komt dat alleen volgende week nog. Volgens mij is het dan ook alweer afgelopen. Maar het was op zich wel heel erg lekker. Ja, zoals weet je, zoals met Nathalie ook. Normaal zou je zeggen, je gaat nog even wat leuks doen. Weet je, je gaat even lekker naar het centrum of zo. Maar ja, er is toch alleen de drogisterij en de supermarkt zijn open. Er is niks open. Dus ja, je kunt ook niet zoveel. Oké, in een drogisterij is het ook wel leuk om even te snuffelen. Maar ja, het is gewoon anders dan dat je echt lekker wat kan gaan doen. En ja, ik denk dat we dat allemaal wel missen. Maar goed, we moeten het maar zien. Ik geloof dat het nog wel weer verlengd wordt als ik de cijfers zou horen. Maar we gaan het allemaal wel meemaken. Ik ga zo meteen even stofzuigen. Dan ga ik de video opnemen voor jullie. En ik vind het best wel een spannende video. Dus ik weet ook niet helemaal of het gaat lukken. Dus we gaan dat eventjes zien. Dus dat ga ik nu gewoon eerst even doen. En dan ga ik zorgen dat de video erop komt. Dus tijd om wat te gaan doen.
Nou, hier alles weer eventjes een beetje opgeruimd. Even de switch weer op zijn plek. En nou, dat allemaal. Video opnemen ging wel goed, maar het ging niet van een leien dakje als ik wilde. Maar oké, het is ook, was ook een first impression, dus ik hoop dat het in ieder geval goed is gelukt. Ik had een pakketje binnengekregen, namelijk dit boek. Dit is zo'n dubby boek, zo'n A4 blanco boek. Kijk, er zit verder niks in. En die doe ik dan weer voor mijn blog in YouTube voor het nieuwe jaar. Maar het is niet meer zo makkelijk aan die boeken te komen als eerder. Want eerder kon je ze ook wel bij de boekhandel kopen. Nou, daar heb ik ze ook sowieso al. Sinds vorig jaar struggle ik daar al mee dat ze die niet meer hebben. Dus nou ja, deze kon ik vinden. Ik had eigenlijk nog geen groen. Dus ook wel leuk. Dus, ik ga even lekker bullet journalen. En dat was het ook wel. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Ik heb een beetje hoofdpijn. Ik ga even een aspirintje nemen. Ik ga ook even wat drinken. Dan ga ik straks douchen en eten. De nagellak gaat er ook af, want het is heel erg beschadigd. Het ziet er niet meer uit. Ik irriteer me er nu aan, dus het gaat er ook straks lekker af. Vanavond heb je niet zo heel veel televisie wat ik leuk vind. Dus ik denk dat ik even Marble Media ga kijken, want het is met een meilandje. En dat vind ik op zich wel leuk om een keer te zien. Verder heb ik niet zo heel veel mee, maar het is ook met Efteling. Met Langnek zag ik al, dus ik zal na het even appen. Misschien vindt zij dat ook leuk. Verder ga ik even steenrijk naar het arm terugkijken, want er was een nieuw seizoen begonnen en dat wist ik niet. Die was gisteren dus begonnen, dus die heb ik vanmiddag eventjes opgenomen. Want het werd herhaald en ik kwam er gisteravond pas achter toen bezig was dat het een nieuwe was. Dus ik dacht, oké. Maar gelukkig wordt het dan nog een keer herhaald. Verder moet ik foto's bewerken. Ga ik nieuw Amsterdam kijken en vanavond heb ik witsen, dus dat wordt het ook verder wel. Maar dat verder ook niet heel veel bijzonders. Ik ga zo even lekker een chillbroek aan doen. Ik loop in mijn spijkerbroek en het zit niet lekker. Dus ach, kan dan ook wel weer. Nog even genieten van de caravan. Want zaterdag gaat hij weg. Dus de laatste 2 dagen is dat ik hem aan heb. En dan gaan we dat zaterdag ook weer even mooi opruimen. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 7 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het wel weer koud, maar het is ook best wel koud buiten. Het regent en ik heb gehoord dat er zelfs wat sneeuw zou kunnen vallen. Wel natte sneeuw, dus we gaan het wel zien. Ik vind het ergens ook wel bizar dat het alweer een week geleden is dat het oud en nieuw was. Vorige week rook mijn huis nog helemaal naar de oliebollengeur. En ja, zat ik er tegenaan tikken dat ik naar het ziekenhuis moest. En nu is het gewoon ja, alweer een week geleden. Ik ben wel heel blij dat ik nu niet naar het ziekenhuis hoef. Dus ja, best wel gek dat het zo snel gaat. Ik heb net even het bandje van mijn horloge weer verwisseld. Want ik had dus die stalen band eromheen. En op zich werkt het wel. Maar hij zat een beetje te groot. Dus ik denk, nou, ik doe maar weer even het originele bandje erom. Ik denk dat het gewoon even iets beter is. Dus die heb ik er maar weer eventjes omheen gedaan. Ik heb nog steeds last van mijn kaak. Dus ik hoop wel dat dat eerdags een beetje weggaat. Ik heb mijn Coca-Cola muts binnengekregen die ik had gewonnen met de McDonald's app. Dus die zat ook mooi in de brievenbus. En ja, ik ga zo meteen eindelijk mijn slaapkamer doen. En daar heb ik zo naar uitgekeken, want het zit zo... Ik wil gewoon zo lekker weer een schoon bed en gewoon alles eventjes lekker doen. Dus ja, dat vind ik wel heel fijn dat ik dat zo meteen lekker ga doen. Gisteravond heb ik gekeken naar Marble Mania. Ik had dit echt nog nooit gezien. Ja, wel eens laatste kleine laatste stukjes, maar nog nooit een hele aflevering. Het was met de meilandjes en ik had verwacht dat het heel hysterisch zou worden, maar dat viel eigenlijk reuze mee. Martien was best wel goed in het knikkeren. En ze hadden een hele mooie Eftelingbaan, dus dat vond ik wel heel leuk. Ik moet wel zeggen, het hangt er ook wel een beetje vanaf welke gasten er zijn. Want niet alle gasten vind ik even leuk. Dus volgende week heb je de gasten van VI. Dat vind ik dan nog wel lachen. Alleen als René van der Gijp al gaat lachen, nou dan ga ik zelf gewoon meelachen. Omdat hij echt zo'n aanstekelijk lachje heeft. Maar het was op zich best wel leuk. Daarna heb ik even Steenrijkstraat Arm gekeken. Was ook mooi. Was dan een nieuwe uitzending. Toen ben ik de foto's gaan doen. Ik moet nog even 1 nieuwe maken. Maar op zich ben ik al wel best wel ver. En toen ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken. Dat was de laatste aflevering van seizoen 3. En daarna had ik witsen. Dus dat was ook verder de avond. En ik had het ook wel weer heel erg koud toen ik in bed lag. Dus nou ja. Straks in ieder geval lekker een schoon bed. Dus ik ga zometeen even schoon bed goed pakken. Dan ga ik eerst even hier stofzuigen. Dan ga ik water pakken. En dan ga ik lekker eventjes aan de gang. Muziekje aan. Gaan we ervoor. Nagellakjes eraf, want het zag er echt niet meer uit. Mijn nagels zijn ook een beetje beschadigd. Ik weet niet waardoor, dus ik denk dat ik morgen of zondag even met de 4-stappenvel eroverheen wil gaan. Dat ze even weer wat gladder zijn, want ja, ik weet niet. Ze zijn weer een beetje in slechte conditie, lijkt het. Goed,
Ik ga even hier stofzuigen en de bakken van de katten scheppen. En dan ga ik mooi eventjes aan de gang met de slaapkamer. Want dan ben ik straks ook lekker klaar. Oh, lekker klaar. Oh, heerlijk. Weer een schone slaapkamer. Ik stap vanavond in een schoon bed. Er is niks lekkerder dan dat, vind ik zelf. Ja, het was wat ik van de week al vertelde. Het was ook gewoon heel hard nodig. Want ik had ook door het ziekenhuisbezoek wat eraan zat te komen, had ik best wel veel gezweten zo. En ook met nachtmerries. Dus ik vind het heerlijk dat ik nu een lekker schoon bed heb. En dat alles weer lekker schoon is. Dus dat is heel erg fijn. Ik heb net alles even opgeruimd. De emmers en... Nou ja, alle dingen. Katten hebben net ook lekker eten gehad. Maar ik ben wel weer een blij mens dat het nu schoon is. Dus ja, ik ben wel weer blij. Nog even genieten van de laatste keer de kerstboom. Want die gaat er morgen natuurlijk uit. Dus ik geniet nog even van de lichtjes. Ook van mijn ster voor het raam. En dan ga ik het morgen ook allemaal maar even netjes opruimen. Vanavond, ik ga zo eerst nog lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en even eten. Vanavond begint het nieuwe seizoen van Flikken Maastricht. En daar heb ik zoveel zin in. Ik denk dat ik wel weer even moet inkomen. Van het vorige seizoen is natuurlijk al best wel weer lang geleden. Dus ik hoop dat ik het me nog allemaal nog een beetje herinner. Maar daar heb ik wel heel veel zin in. Om dat weer lekker te gaan kijken. Want dan kan ik me altijd zo verheugen. Ik ga ook eventjes de Hudson en Rex nog kijken die ik nog moet zien. Verder ga ik de video in elkaar zetten en ga ik mijn artikel schrijven. En vanavond begin ik met Emily in Paris seizoen 2. Daar heb ik ook wel heel veel zin in, want ik vond seizoen 1 zo leuk dat ik wel heel veel zin heb in seizoen 2. En dan ga ik ook nog even verder met Bitterzoet. Dus dat wordt verder ook wel de avond. Dus niet heel spectaculair, maar ik ga er wel lekker van genieten.
Ik kreeg net een melding dat er weer een dagrecord aan besmettingen waren, maar er was weer een storing geweest. Het is allemaal een beetje vaag, maar goed, we gaan het wel zien. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu eventjes lekker relaxen, want ik heb een zere rug, een zere nek. Ik weet niet, misschien valt het je op, maar als ik de nagellakjes allemaal uithaal en weer terugzet, zit ik af en toe echt even zo met mijn nek, want dan krijg ik kramp en dan moet hij even los. Maar hij komt niet echt los, dus ik hoop straks met de warme douche dat de pijn een beetje wegtrekt. Maar goed, ik ga jullie in ieder geval lekker morgen zien. Ik ga genieten van de laatste avond met de kerstboom. En ja, dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 8 januari. Ik ben klaargemaakt. En het is best wel fris, moet ik zeggen. Ik weet niet hoeveel graden het is. Ik zal eens eventjes kijken. Ik vind buiten is het sowieso heel fris hoor. Merk ik. Ik heb ook allemaal haren hier aan mijn legging zitten, zie ik. Fijn. Het is 3 graden buiten, dus ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg koud. Gisteravond, ja, het nieuwe seizoen van Flikken Maastricht begon en ik was er helemaal klaar voor. Ik had iets voor 8:30 even een kopje koffie gemaakt en toen begon het. En het was zo'n goede start van het nieuwe seizoen. Ik heb er zo van genoten, het was gewoon super spannend. En ja, op een gegeven moment dacht ik wel van, toen zei ik tegen mijn moeder iets daarover, over die aflevering. Nou, dat gebeurde uiteindelijk ook, wat ik een beetje in gedachten had. Maar het was echt super spannend. Dus ik kan bijna niet wachten tot volgende week. Zoveel zin heb ik alweer in de nieuwe aflevering. Dus het was echt heerlijk genieten weer. Daarna heb ik even Hudson en Rex gekeken. Dat was ook wel een hele mooie aflevering. Dus wat dat betreft, ja, heerlijk. Ja, de video en het artikel, dat vlotte even niet zo, moet ik zeggen. Ik ben er toch best wel lang mee bezig geweest. Het wilde allemaal even niet zoals ik het wilde. Dus het was wel tegenslag. Maar goed, toen ben ik Emily in Paris gaan kijken. Dus het was ook wel weer heel erg leuk. Tweede seizoen. Je had gelukkig ook wel even nog een terugblik van het eerste seizoen. Omdat er best wel weer een poosje tussen had gezeten. Natuurlijk, voordat seizoen 2 online kwam. Maar dat was ook heel leuk. En daarna heb ik bitterzoet gekeken. Ik heb alleen nog steeds heel erg last hier. Dus dat is minder fijn. En het is ja, mijn kaak, maar ook een beetje de binnenkant van mijn wang, zeg maar, die een beetje zeer doet. Maar ik heb ook een zeer oor, dus nou ja, dat is op zich wel bekend terrein voor mij. Ja, het is hier tijd om de kerstboom op te ruimen. Ik zie echt, kijk wat Mickey doet. Kijk, zij zit gewoon met haar hoofd hier. Waarom zit je op dit kastje? Maak ik van Jan Doedel schoon als jij er weer op gaat zitten. Je bent raar af en toe. Dus ik ga zo eventjes de doos pakken met de kerstspullen. En dan gaan we alles eens eventjes netjes opruimen. Wordt het weer wat kaler in huis? Ja, op zich ook wel weer lekker. Weet je wel, de boel weg. Het is januari, dus het is ook wel weer mooi geweest. Dus ik ga zo eventjes naar boven. Ik zal eerst even de bakken scheppen. Dan wacht ik even met stofzuigen, want dat moet toch daarna pas. Omdat ik, ja, er zullen nog wel wat van die dingetjes van de boom afkomen. Ja, hoe heet dat? Weet ik eventjes niet, gewoon van die naaldjes zeg maar. Het is wel een nepboom natuurlijk. Dus ja, ik ga dat eventjes doen. Dus ik ga jullie meenemen. Dus maar eens eventjes aan de gang. Tijd om wat te gaan doen.
Zo, het is klaar. Ik moet alleen het tafeltje nog op zijn plek zetten, maar alles ging even mis. Ik viel net bijna van de trap af toen de doos naar boven moest. Heb ik de doos boven staan, knallen mijn boodschappen rekken helemaal om. Dus ik vrees dat er heel veel kapot gaat zijn, dus dat moet ik allemaal morgen opruimen. Maar ik heb nu gewoon geen puff meer, ik ben moe. Lampjes zaten in de knoop. Het ging even niet zoals het wilde, dus ik baal even ontzettend. Maar ja, morgen maar weer even met frisse moeten tegenaan. Ik vind het wel heel donker nu gelijk weer hier. Dat vind ik, ja, dat merk ik wel. Maar op zich is het wel lekker dat het weer weg is. Alleen even wennen dat het nu weer wat donkerder is in huis. Ik ga dus eerst even lekker relaxen, even wat drinken. Want ja, het zweet staat op mijn voorhoofd. Vanavond heb je weer, weet ik veel, dat ga ik lekker weer meespelen. Dus dat wordt wel leuk. Ik moet ook de kerstspullen denk ik nog weer eentje in een andere doos erbij overgooien. Want ik had nu te veel. Het past weer niet in één doos. Maar dat doe ik allemaal van de week wel. Eerst me zorgen dat morgen die boodschappen weer een beetje op zijn plek komen. Maar dit zijn de minder leuke dingen dan. Als je dan, ja, dan moet je toch alles alleen doen. En op zich, nou heb ik er helemaal geen moeite mee. Maar nu bevloog het me eventjes. Verder moet ik vanavond natuurlijk de vloggen voor een groot gedeelte afmaken. Ik ga Emily en Paris kijken en weer Bitterzoet. Dus dat wordt het ook verder. Maar ja, ik heb er nu gewoon eventjes allemaal een beetje de balen in. Maar goed, dat komt wel weer goed. Straks kan ik het vast weer naast me hier leggen. En is het gewoon vanavond even een goed avondje slapen. En dan, of een nachtje slapen. En dan zie ik het morgen allemaal wel weer wat frisser tegemoet. En dan ga ik rustig even de boodschappen opruimen. En even die, ja, misschien even de spullen overgooien. Maar ja, het is nu gewoon even te veel geweest. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 9 januari. Ik ga zo meteen naar boven om de boodschappen te doen als ik heb stof gezogen. Want die moet even opgeruimd worden. Ik had gistermiddag Nathalie even op de app en die zei ook al van ik wil best wel een keer komen helpen. Want ik heb er gewoon moeite mee met het opruimen en zo. Dus dat was wel heel lief. Want Nathalie is daar heel goed in. Ze vertelde ook dat Lente heel erg buikpijn had. Ze dacht later dat ze een beetje buikgriep had. Toen kregen we op een gegeven moment een foto. Toen zat ze heel lief op de bank in haar pyjamaatje in een slaapzakje. Gezellig met Frank even naar de televisie te kijken. Dus dat was wel sneu. Dus ik hoop eigenlijk dat het wat beter gaat met Lente. Dus ik zal zo eens eventjes een appje eruit doen. Ik heb ook eventjes weer het tafeltje op zijn plek gezet. Als je kunt zien. Dus dat staat allemaal weer daar. Dat krukje dat daar staat kan nog weer eventjes terug hierheen. Dus dan is dat ook allemaal weer op zijn plek. Stikjes heb ik van de ramen gehaald van de kerst. Dus kan ik van de week even die ramen eventjes wassen. Ik heb zelfs de groenten gisteravond al eventjes afgehaald. Want ik dacht, ja, als ik dat morgen ook nog moet doen, dan ja, ik wil even met die boodschappen aan de gang. Dus dat had ik mooi al klaar. Ik heb gisteravond eventjes gekeken naar weet ik veel. Was wel weer heel erg leuk. Ik had net geen voldoende. Dat vond ik wel heel jammer. Want mijn doel is dan toch altijd een 6. Maar het was net niet gelukt. Maar ik had ook twee vragen gemist. Want de app die reageerde niet lekker naar de reclame. Dus toen verbond die niet. Dus dat was een beetje jammer. Dus daardoor had ik twee vragen gemist. Maar goed. Volgende week weer een nieuwe kans. Daarna heb ik even Witsen gekeken. En toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte al gaan afmaken. Dus dat is ook weer mooi klaar. Maar ook mijn laptop moet opgeruimd worden. Want het is ook redelijk vol. Dus alles zit een beetje vol. Verder heb ik gisteravond weer Emily in Paris gekeken. En daarna had ik nog weer Bitterzoet. Dus nou ja, dat was ook eigenlijk de avond wel. Ja, ik ga nu gewoon even stofzuigen en dan ga ik even boven aan de gang. Ik laat uiteraard straks wel even de fotospullen zien die ik ga doen voor mijn blog. Maar ik kan jullie verder boven niet meenemen, want het is daar heel donker. Dus het wordt voor mij ook een beetje een uitdaging om daar een beetje bezig te zijn, omdat het dus donker is, vrij donker is. Ja, ik heb één lampje, maar het is ook niet heel erg veel. Dus ja, ik ga eventjes dat doen. Dan neem ik even muziek mee naar boven en dan ga ik maar eens eventjes aan de gang. Eerst even een appje sturen naar Nathalie. Zo, de rekken zijn weer ingeruimd, dus ik laat jullie nu even de fotospulletjes zien. Ik ga zo wel even wat drinken en even een aspirine nemen. Ik heb wel een beetje hoofdpijn. En dan probeer ik van de week even de kledingkasten te organiseren, want dan kan alle kleding er ook weer in. Dus dan wordt het nog wel wat. Maar goed, de fotospullen. Ik heb hier de Less Sensational mascara van Maybelline, die ik ga fotograferen. Daar ben ik al heel erg lang benieuwd naar, dus die ga ik lekker testen. Ik heb een fixing spray, de Fix & Last 18 Hour van Essence. En ik heb een Blistex. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want dat
Mijn lippen zijn zo droog, dus ik ben wel benieuwd of dit wat doet. Dus hier ga ik mooi eventjes foto's van maken. Zo, ik ben klaar. Ja, lekker. Ik irriteer me alleen nu een beetje, want het, ik had het datum dingetje omgeslagen, maar die zat niet helemaal goed. Nou ja, wat ik al vertelde, de boodschappenrekken staan weer rechtop. Ze staan ook weer wat stabieler, dus het is weer allemaal ingericht. Dus dat was mooi. Er was eigenlijk wonder boven wonder niks kapot. Daar was ik zelf nog wel een beetje verbaasd over, want dat had ik dus wel verwacht. Maar dat heb ik dus gedaan. De kerstspullen staan in het opberghok. Die moet ook een opruimbeurt hebben. Maar goed, als Nathalie een keer wil komen helpen, denk ik dat ik al best wel ver kom. Want die heeft gewoon zoiets van hatsenflats aanpakken, die handel. Toen ik dat had gedaan, toen heb ik dus de foto's gemaakt. Nou, dat ging eigenlijk ook vrij vlot. Toen ik importeerde, eventjes met de vier stappenvel mijn nagels weer wat gladder gemaakt. En dat merk ik ook meteen, want het voelt gelijk weer veel gladder aan. Dus dat is mooi. Daarna heb ik nog even mijn portemonnee opgeruimd. Want vorige week toen moest ik mijn ID-kaart hebben. Dus na het eerste dan zo, oh ja, portemonnee is ook wel echt oud. Klopt, die is ook heel oud. Maar ik vind het juist leuk omdat hij bij mijn tas past. Maar hij zat ook echt knijtenvol. Ze zegt, je moet hem echt even opruimen. Ik zeg, ja, je hebt wel gelijk. Dus dat heb ik ook gelijk even gedaan. Allemaal oude zegeltjes die niet meer geldig zijn eruit gegooid. Zegels even opgeplakt die ik nog had voor het boodschappenpakket van de Plus. De tas gelijk even uitgemest. Daar viel mee. Er zaten niet heel veel bonnetjes in, maar wel nog twee mondkapjes die er was in moesten. Dus dat heb ik, die heb ik ook al in de wasmand gedaan. Dus ja, dat was het ook eigenlijk wel. Dus eigenlijk best wel een drukke zondagmiddag. Maar goed, dat was nu wel mooi. Want volgens mij begint over 2 weken de voetbal weer. Is het volgende week? Nee, 2 weken denk ik. Dus dan hebben we ook weer lekker voetbal op zondag. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Ik heb al even een andere trui aangedaan. De vest zat heel erg warm. Vanavond heb je Diepe Gronden. Dat ga ik kijken. Tweede aflevering ben ik wel benieuwd naar. Ik ga nog even Witsen kijken. Ik ga de foto's bewerken. En vanavond kijk ik weer naar Emily in Paris. En heb ik de allerlaatste undercover alweer, jongens. Oh, dat is ook zo hard gegaan. Wel jammer dat het alweer de laatste is. Maar goed, het is niet anders. Dus die heb ik dan. Dus straks even lekker douchen en eten. Maar eerst nu nog even lekker relaxen. Dus dat wordt verder de avond. En vanavond weer lekker mijn boek lezen. Want ik heb een heel leuk boek. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu niet zo heel veel meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 10 januari. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is het nieuwe kabinet beëdigd. Ik heb er niks van gezien hoor. Maar ik zal het vanavond vast in het nieuws nog zien. Want het zal wel een happening zijn geweest. Kaag was er niet bij, want die had corona. Dus die was online beëdigd. Maar goed, we gaan het wel zien wat het allemaal brengt. Deze week is de planning even iets anders. Normaal gesproken zou ik morgen de boodschappen doen. Maar dat gaat niet door, want mijn coach kon niet. Dus die komt woensdag, dat had ze vorige week al gezegd. En ik neem tegenwoordig tot en met dinsdag de boodschappen mee. Dus eten heb ik nog gewoon, dus dat is niet zo heel erg. Dus dan ga ik morgen de woonkamer doen, want mijn coach komt al woensdag en dan hoef ik woensdag niet aan de schoonmaak. En dan doe ik vandaag gewoon de gang en de douche en de kattenbakken. Ik moet ook even het raam in de gang wassen, want je ziet wel dat daar stickertjes hebben gezeten. Dus die moet ik sowieso eventjes doen, dus dat moet wel even gebeuren. Maar verder is het ook niet heel veel bijzonders of zo. Ik moet even een was opvouwen, dus dat is het ook wel. Gisteravond heb ik gekeken naar Diepe Gronden. Dat was wel weer heel spannend. Ik vind het wel een hele goede serie. Ik ben ook heel benieuwd hoe het afloopt. Ik heb wel een idee wie de dader zou kunnen zijn. Maar het kan nog wel eens heel anders uitpakken dan dat je misschien denkt. Of misschien niet. Dat weet je nooit. Tijgertje en Mickey. Er zitten continu ruzie te maken als er één op de kattenbak zit. Dat is zo vervelend. Er staan 2 kattenbakken, maar ze moeten dan per se op diegene. Nee, laat Tijgertje even rustig op de wc zitten. Kattenbak. Naar Diepe Gronden ben ik Witsen gaan kijken. En heb ik ook mijn nagels gedaan. Ik zal even het lakje erbij pakken. Want ik heb deze kleur opgebracht. Het is lila.
Het is dit lakje van Catrice, de Strong Nails. Het is de kleur 034 Lavender. Ik was eigenlijk bang dat hij niet heel mooi zou dekken, want het is een vrij licht lakje. Nou zie je hier zeg maar wel het randje van mijn eigen nagel erdoorheen, maar op zich viel het me niet heel erg tegen. Dus dat heb ik mooi gedaan, ondertussen witsen gekeken. Toen ben ik daarna de foto's gaan doen met bewerken. Toen ben ik Emily in Paris gaan kijken, maar ik moet heel erg wennen, want die afleveringen duren echt soms maar een half uurtje, dus die zijn best wel kort. En daarna had ik de allerlaatste undercover en dat vond ik echt heel erg jammer. Het was een hele mooie uitzending, dat absoluut. Ik vond het wel jammer dat het alweer de laatste was, want ik heb er wel onwijs van genoten. Maar goed, wie weet komt er nog een seizoen 4. We gaan het zien, het was heel spannend. Dus dat was wel mooi. Ja, ik ga nu eventjes even de kleden even lekker wassen. En dan ga ik eventjes hier aan de gang en dan zet ik jullie straks wel even bij als ik de was ga opvouwen, want ja, ik zou normaal zeggen, het is leuk om jullie even te laten zien hoe met het raam, maar dat gaat niet, want dat reflecteert heel erg op de camera, dus dat wordt er niet. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ja, ik ga muziek aanzetten en aan de gang. Ik ben weer klaar. Lekker alles gedaan. De kattenbakken zijn weer schoon. De gang en de douche. En ik heb die ramen dus gedaan met dat spul. En dat ging eigenlijk heel goed. Je spreidde het gewoon op je ramen. Je moest het even kort laten intrekken. Je kon er daarna overheen. Het nadeel is dat ik in de gang en in de woonkamer zeg maar zo'n rand op mijn raam heb gespreid. Waardoor je dus niet naar binnen kan kijken eigenlijk voor een deel. En in de keuken heb ik nog wel zo'n heb ik het van plak, van dat plakplastic erop zitten. En nou wil ik eigenlijk ook weer terug naar dat plakplastic, want je kunt eigenlijk niet zo goed je ramen wassen met dit spul, want dat gaat heel erg vervagen. Alleen, dat is dus helaas niet te krijgen met click and collect. Dus daar moet ik echt voor wachten tot de winkels weer een keer open zijn. Maar dat is wel het doel, want het ziet er nu niet zo heel mooi meer uit. Maar in ieder geval, die ramen zijn schoon en in de keuken zijn ze ook schoon. Dus die vlekken of plekken zeg maar van de stickertjes zijn er in ieder geval af. Dan wil ik van de week ook even de woonkamer doen. En doe ik volgende week ook eventjes een keer in de slaapkamer de ramen. Dan zijn de ramen in ieder geval weer klaar. Maar het ging eigenlijk wel heel erg makkelijk. De was is lekker opgevouwen. Ligt nog niet in de kast. Ik had geen zin meer om naar boven te gaan. Dus dat doe ik van de week even op mijn gemakje. Maar op zich was het wel lekker om zo eventjes alles weer te doen. Dus ik ben wel weer blij. Katjes hebben net lekker hun eten op. Dus eigenlijk was het een prima middagje. Ik ga zometeen nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je een nieuw seizoen van Help Mijn Man is Klussen. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Dus dat ga ik kijken. Verder heb je niet heel erg veel. Misschien dat ik nog even een stukje op SBS6 erop zet. Want de VI-mannen die gaan vanavond een talkshow doen. Misschien dat ik naar Help Mijn Man is Klussen daar nog een stukje van kijk. Ik moet sowieso even mijn artikel schrijven. Ik ga verder met Emily in Paris. En vanavond heb ik witsen. Dus dat is eigenlijk verder ook wel de planning. Ik ben ook zo'n mooie boekenreeks aan het lezen. Oh, ik kan me wel weer verheugen om dat lekker weer in het boek verder te gaan. Maar het begin was een beetje raar. Maar uiteindelijk vind ik het toch wel een mooie reeks. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik denk dat ik vanavond ook nog eventjes lekker op de switch ga. Dus ja. Dat wordt het ook. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik heb ook niet gehoord hoe het nu met Lente gaat. Maar ik vermoed dat ze straks even zullen videobellen. Dus dan zal ik het wel eventjes zien.
Maar goed, ik ga relaxen, dus tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 11 januari. Ik ben klaargemaakt en ik word af en toe een klein beetje gek van mezelf. Mijn coach die appte namelijk dat ze morgen om 4:30 zou komen. En ik had er al een beetje rekening mee gehouden, omdat ik weet dat zij op woensdag altijd best wel een volle dag heeft. En dan ga ik in mijn hoofd alweer kijken van, oh, zou ik dan toch morgen de woonkamer gaan doen? Maar toen dacht ik, nee, dat kan eigenlijk niet. Want ja, voor hetzelfde geld valt er nog weer iemand uit en ben ik wel eerder. En aan de andere kant, ik moet wassen. Mijn wasmand zit zo gigantisch vol. Ik moet echt gaan wassen. Ja, dat kan eigenlijk niet nog een dag wachten. Dus ik moet eigenlijk vandaag gaan wassen. En als ik dan bijvoorbeeld, want dan zat ik te denken, dan kan ik wat extra video's opnemen. Maar als ik dan video's ga opnemen, is dat gewoon super vervelend. Want hoor je die wasmachine op de achtergrond. Dus dat is geen optie. Dus ik ga het toch maar gewoon vandaag doen. Dan ga ik morgen wat extra video's opnemen. Dus dat. Ik heb gisteravond even gezellig gevideobeld met mijn moeder Natalie en Lente. En Lente ging gelijk kiekeboetje met mij doen. En dat vindt ze helemaal leuk. Dan zit je gewoon zo, dan doe je zo kiekeboe. Dat vindt ze helemaal leuk. En dan weet ik niet of ze dat dan nog weet van de kerst. Want ik had met kerst met haar kiekeboe gespeeld. Maar ik weet niet hoe ver haar geheugentje dan teruggaat. Of ze dat echt daadwerkelijk nog weet. Of dat ze het gewoon een leuk spelletje vindt. En op een gegeven moment ging ze zo met haar hoofdje tegen mijn moeder aanhangen. Zat ze helemaal tegen me te praten en zo. En ze kan nou ook bal zeggen. Ja, ik kon het niet zo goed horen. Maar later zei ze bal. Dat kan ze dus nu. En ik dacht dat ze bal zei. Maar ze zei echt bal. Ze gaat steeds meer woordjes kunnen. Dat is echt leuk. Ze was even heel gezellig. Ze ging ook weer naar me zwaaien. Dan zit ze zo. Zo schattig. Nou, ik heb gisteren Het Helpt Mijn Man Is Klussen gekeken. Dat was een hele mooie uitzending. Ik had ook wel medelijden eigenlijk een beetje met deze man. Dit paar had elkaar 25 jaar geleden ontmoet en 15 jaar geleden hadden ze een huis gekocht. En in eerste instantie was de bedoeling om alleen maar het toilet te verplaatsen. En uiteindelijk had hij de keuken eruit gesloopt, want die was ook niet meer in goede staat. En toen hadden ze zoiets, nou dan kopen we wel gaat er wel een andere keuken in als we daar weer voor gespaard hebben. Maar uiteindelijk is er nooit meer een andere keuken in gekomen. Het huis zag er ook wel echt uit hoor, geen plafonds. Het was echt wel heel erg. Ze hadden boven een kamertje, die stond ook vol met spullen van hem. Maar hij omarmde direct de hulp, want hij was zo gek met zijn vrouw. En hij zei echt, ja, tuurlijk, ik ga gewoon meedoen. En hij was eigenlijk alleen maar blij met die hulp. Maar je kon wel merken dat hij al wat op leeftijd was, want hij had heel veel moeite met het bijhouden. Hij moest tussendoor een paar keer gaan slapen, want hij was dan, ja, dat kon hij gewoon allemaal niet meer. Dus ik vond het ook ergens nog wel sneu, maar het was wel een hele mooie uitzending. Uiteindelijk was het resultaat ook echt wel heel erg mooi geworden. Hij stond ook heel versteld dat ze nieuwe meubels kregen. Dat wist hij niet. Toen zei John op een gegeven moment tegen hem van, nou joh, hè, als we nou van deze kamer boven gewoon een hobbykamertje gaan maken voor jou en je vrouw nemen. Ik ga alles weg doen, zegt hij. Dus hij had heel veel spullen verkocht. Alleen er moest heel goed schoongemaakt worden. Want er was ook niet echt goed schoongemaakt in dat huis. En dat snap ik aan de ene kant ook wel hoor. Want het was gewoon eigenlijk niet te doen. Als je huis er dan zo bij zit, heb je ook niet echt heel veel behoefte, denk ik, om schoon te maken. Maar John maakte zich daar wel wat zorgen over. Dus ze hebben uiteindelijk ook nog een coach gekregen die met hun een plan kon maken, ook hoe ze konden opruimen en dat het allemaal netjes zou blijven. Dus een hele mooie uitzending. Daarna nog een klein stukje van VI gezien. Ik denk best wel dat het een succesformule kan worden, want dat hebben ze eigenlijk vorig jaar al wel bewezen, natuurlijk met het EK. En ja, bij SBS is het nu gewoon eigenlijk zo, zet er een goed programma voor en mensen blijven waarschijnlijk wel hangen. Zoals vanavond heb je een nieuw programma met Gordon, volgens mij heet het Down the Road. Dan gaat hij met mensen met het syndroom van Down op pad. Ben ik wel heel erg benieuwd naar, ik heb het even opgenomen, dat wil ik nog wel even gaan terugkijken. Want ja, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar ik zag een voorstukje, daar moest ik al wel om lachen, want een van die mensjes zei, ik heb eigenlijk nog nooit muziek van jou gehoord. Dus daar moest ik al wel om lachen. Dus ik heb daarna ben ik de foto's, of nee, mijn artikel gaan schrijven. Toen ben ik Emily in Paris gaan kijken. En toen had ik witsen, dus dat was verder de avond. Ik ga nu was bij elkaar rapen. Dan ga ik hier even aan de gang. Ik ga ook even hier de ramen doen. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dus tijd om even aan de slag te gaan.
ook weer lekker liggen, want ik heb het kleedje hier weer lekker ingelegd. Ik vind het wel gezellig dat het lampje ook weer aan staat. Het is niet echt lekker licht, maar ik ben benieuwd of ze er weer lekker in gaan liggen in ieder geval. Zo, dat was wel eventjes lekker. Alles weer even goed gedaan. De ramen die heb ik gedaan, dus de afdruk van het zuignapje is er nu ook mooi af. Gaat echt wel heel erg goed met die spray, dus daar ben ik wel heel blij mee. De stoel ook even helemaal afgedaan, er zat ook wat stof op, dus dat heb ik ook allemaal lekker gedaan. Dus het is nu weer lekker helemaal schoon. Ik heb de was even naar boven gebracht, dat wil ik van de week even in de kast werken. Want ik wil eigenlijk die kasten even een beetje opruimen en gelijk ook even een doek erdoor halen. Dus ik hoop eigenlijk dat ik dat van het weekend nog even kan doen. Ik heb helemaal achter de verwarming van de keuken ook even helemaal schoongemaakt. Ik was ook een magneet kwijt. Ik ben er nog één kwijt. Maar de eentje heb ik er weer teruggevonden. Die was erachter geplakt. Dus die is weer mooi terug. Nou, dat was ook wel even fijn. Er kwam ook best wel wat stof weg. Dus dan is de Plimo echt super handig. Eventjes gelijk ook het karretje waar ik de koffiespullen op heb staan ook even afgenomen. Dus best wel veel gedaan. Nou, nog even wat doodles getekend, maar ik heb een paar vlekken op mijn papier gemaakt. Er zat dus een beetje inkt, ja, je ziet het hier nog, op mijn hand. En dat is dus gaan vlekken. Ik weet niet hoe het eraan komt, dus ik hoop dat het straks met douchen eraf gaat. Maar op zich wel lekker, dat alles weer lekker fris is. Katjes hebben net ook hun eten op. Ik ga zometeen nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je weer Married at First Sight, dus dat ga ik wel lekker kijken. Daar heb ik ook wel weer zin in om te gaan kijken. Ik ben wel weer benieuwd. Dus nu gaat er één koppel sowieso trouwen en de ander die gaat elkaar geloof ik al zien. Verder wil ik vanavond even de vlog afmaken en foto's bewerken. En ga ik gewoon weer Emily in Paris kijken en daarna heb ik Witse. Dus dat wordt verder ook de planning, dus niet heel spannend. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan er op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Als je die aanklikt, kun je dus ook gratis abonneren. Daarnaast staat ook zo'n belletje. En als je die aanklikt, krijg je dus een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!